We zijn in Hoofddorp bij Schneider Electric. En daar hebben we met BioBalance een bijenscan gedaan om te kijken hoe we de biodiversiteit kunnen verbeteren door bijen te brengen die gaan bestuiven. En ook voedsel gaan zijn voor vogeltjes. En zodat het hier wat vrolijker wordt en wat meer gaat leven. Sinds kort hebben we op ons kantoordak een bijenvolk staan. Ja, we zitten op een bedrijventerrein en we zijn natuurlijk al heel lang bezig met CO2-besparingen en energiemanagement. Maar daarnaast willen we ook op onze directe omgeving zorgen dat we de biodiversiteit in stand houden en waar mogelijk kunnen verbeteren. De bij op dit moment heeft het zwaar. 55% van alle bijen in Nederland staan op de rode lijst, die met uitsterven bedreigd zijn. En wij vinden van BioBalance en Schneider dat we daar iets aan moeten doen. Wij werken conform de bijen-CO. Hoe dat je nou als een mensenbedrijf kan zorgen dat een bij veilig en gezond kan werken. Je ziet hier aan de achterkant zie je echt enorme rijen hele oude bomen staan. Er zit heel veel voedsel in. Wij zijn ervan overtuigd dat de bijen hier kunnen floreren. Schneider is een heel mooi voorbeeld van hoe je zeg maar bestaand vastgoed kan gaan gebruiken om bijen te huisvesten. We zijn technische mensen, we zijn consultants en het feit dat we door middel van de bij een impact kunnen maken, dat is fantastisch.